De brandstof voor auto's wordt maar duurder en duurder. En daarom hebben wij 3 tips op een rij gezet om zuiniger te rijden en zo minder brandstof te verbruiken. Laat je motor rustig opwarmen. Een koude motor verbruikt 2 keer zoveel benzine als een warme motor en slijt bovendien veel sneller. Naast een lager verbruik bij een koude motor bespaar je hiermee ook op extra reparaties. Het advies is dan ook om het eerste kwartier van je rit rustiger te rijden. Vermijd centrums en binnensteden. Timing kan erg belangrijk zijn om te besparen op benzinekosten. Het scheelt tot wel 30% aan brandstofkosten als je minder stilstaat voor stoplichten, optrekt en weer remt. Probeer daarom zo vaak mogelijk snelweg te pakken en, wanneer je toch naar een binnenstad gaat, gebruik te maken van het openbaar vervoer. Kies de juiste versnelling. Dit is een tip die bestuurders van het nieuwe rijden al gebruiken. Doorschakelen na 2000 toeren zorgt ervoor dat de motor soepel schakelt, maar ook is dit het optimale toerenaantal om brandstofverbruik laag te houden. Voor dieselmotoren kun je schakelen tussen de 1800 en 2200 toeren.